Martina Bezemer heb ik hier. Die zegt, Maarten, ik wil u laten weten langs deze weg dat ik vind dat u te ver bent gegaan in de laatste podcast waarin u spreekt over de moord met voorbedachte raden. U verwijt Mark Rutte onder andere dat hij vorig jaar niet alleen een transparant bestuur beloofde, maar ook een fatsoenlijk. Uw podcast vind ik zeer onfatsoenlijk en u bent wat mij betreft door de mand gevallen. Onlangs heb ik uw podcast nog aanbevolen bij de VPRO. Ik heb toen gezegd dat ik elke avond luister, bijna in slaap vallen. En dan luister ik het daarna terug. Nou, het is een heel lang verhaal. Ik vind wie het enorm... is dat? Hoe heet zij? Martina Bezemer. Ik vind het enorm spijtig dat u mijn fatsoensgrens hebt overschreden. Ja, wat zal ik daarvoor zeggen? Martina Bezemer heeft kennelijk weinig gelezen in haar leven. En niet precies begrepen dat je allerlei soorten van moorden kunt begaan. En dat die niet allemaal uitgevoerd worden met bebloede bijlen en onder met nacht en ontij en zo. Of met mitrailleurs. Dat is een vrij metaforisch en breed begrip is. Sorry mevrouw Bezemer, maar ook u zullen we niet missen. Als u zulke merkwaardige criteria aanlegt, dan zou ik zeggen, bent u geen geschikte luisteraar.